welkom bij de klededrachtshow van het Visserij en Klededrachtmuseum van de Noorderkerk. Wouter staat er al klaar voor, die gaat vanavond alles aan elkaar praten. We hebben mooie mannequins, dus het wordt een hele mooie avond. Klededracht heeft allemaal met mode te maken. We hopen nu dat we wat verschillen kunnen laten zien. Er zijn gelukkig nog wat dames hier aanwezig, ook in klededracht. Ik tel er even 1, 2, 3. Nou ja, die zullen wel een heleboel dingen herkennen. Maar we beginnen natuurlijk al met een hele mooie dracht. Rond 1820 ongeveer. Mag ze, ja, ze mogen binnenkomen hoor, iedereen. Iets. Je hebt de kleding aan van even na 1800, 1820, 1830. Men veranderde er nog niet zo hard. Kom even daarheen, kunnen ze jullie ook even bewonderen vast voordat ik wat ga vertellen. Willy draagt een heel mooi jak met een prachtige karkasmuts. En die muts was zo hoog. Op een gegeven moment, kom maar hierheen weer terug naar mij toe. Dan kunnen ze jullie van achteren bekijken. Dat zijn echt mannequins, hè? Willy draagt een prachtige karkasmuts. Met allemaal mooie neepjes. En dat werd heel veel werk natuurlijk. De werksters volgden de vrouwen allemaal en namen wat moderne stukken over. Het jak is heel nu uitgesneden. De touwtjes zijn ook al een beetje aanwezig, maar later kwam ze nog hoger te zitten. Ze heeft een kleine kraplap om en dat was een doekje onder je krop. Zal je hier zien. Het is nog niet gesneden. Een mooie damasten witte doek, zodat het prachtig is. Van achteren is het mooi diep van voren. Van achteren heel diep uitgesneden. De rok is prachtig. Hetzelfde als het jak. En de schort die gaat er overheen. Een grijze schort. Met banden nog over de schort heen. Ze draagt hele mooie mutsen verder. Want de dames wilden natuurlijk toch wel wat pronken. En de oren waren wel niet te zien, maar ze deden mooie mutsen bij de naam. Zij loopt nog in de rouw, dus je doet altijd zilveren oorbellen. En nooit geen goud. Ze heeft nog een hele mooie tas heeft ze erbij. Ook niet van kraletjes, want kralen kwam pas later in de mode vanuit Berlijn. Het is nog een gewone stoffen tas die bij haar past. Ze heeft nog kleine gespen op haar schoenen. En die gespen zijn steeds groter en groter geworden. Nog maar even rond, want dat ze die gespen misschien kunnen zien. Omdat ze in ongeveer 1925, 1930 uit de mode verdwenen zijn. Maar u ziet wel, ze heeft er ietsjes heupen al. Op een gegeven moment werd natuurlijk de heupen breder en dat had allemaal met de mode te maken. Je hebt ook die keu die je in het mode gekregen, de kom eigenlijk. Maar op een gegeven moment kreeg je steeds meer en meer gekocht. Dankjewel, Benny. En dan gaan we naar meneer toe. Meneer, kom maar eventjes hier in de buurt. Ja, draai maar even rond. Je mag zo even in de weer lopen. Pieter draagt een mooie hoge hoed. Hij is echt een chique meneer. Eigenlijk van de hoge heemraadschap eigenlijk, hè, maar die ziet er wel heel hoog netjes uit. Hij heeft mooie keelknoping. Een mooie damasten hemdrok heeft hij, met allemaal zilveren knoping. En een gezondheid met zilveren knoping. Hij draagt een mooie signettenketting. Dat het sleuteltje gaat is om je horloge om mee op te winden. Ga maar even lopen, dat ze het even kunnen zien. Ik vertel het wel. En een stempeltje voor brieven die hij vastdrukte en op de envelop deed. Hij heeft nog een hele mooie klembroek aan.
Allemaal van lakens. Zwart was in de mond natuurlijk, dat is ook heel belangrijk. Maar dat de mond hoe je het ooit de vaste hemd erop heeft, die. En dat was echt heel, heel chic was dat. Hij heeft dan een kousenbeurs heeft hij meegenomen. Daar zijn geld in zat. En zijn knopen natuurlijk, wat erbij hoort. Ja. En de zilveren gespen, die al een stukje groter geworden zijn bij de mannen. Maar mannen hadden altijd groter gespen dan de vrouwen. Oh ja. Maar even kijken of ze daar ook een beetje heen kunnen. Je mag even daarheen lopen op Piet. Of daar, of daar. Misschien kan je er even nog heen lopen. Is het erop, ja. Ja. Doe maar, loop door. Ja.